Yo mensen van School Games, mijn naam is Kyun en vandaag gaan wij Luigi Mansion 2 HD aflevering 2 spelen. We waren geëindigd dat wij de stofzuiger hadden, met de KW's een begin hadden gemaakt, een sleutel hadden gepakt met de muizenval, die vervolgens de deur open had gemaakt, naar links gingen, stofzuiger hadden gepakt, vervolgens gingen we hier naar rechts en toen, dat was het. En nu gaan we verder naar de volgende avontuur. We gaan proberen, om te kijken wat we nu moeten doen. Oh, wat? Ik zie een sleutel. Weer een sleutel, heb ik. We hebben wel twee sleutels, dus wellicht kunnen wij weer terug en dan kunnen we naar die andere deur. Gaan we even kijken wat we daar moeten doen. Als het niet boeiend is trouwens, dan knip ik het gewoon eruit, dat jullie dat weten. Daarvan klinkt logisch, maar ik daarvan ga het alsnog zeggen. Voor de mensen die mijn kanaal voor het eerst bekijken. En denk ik van, zo knip je ineens zo in rennen. Oh. Wat? Moeten we met dat stopcontact ding? Of zo moeten we dat hebben? Ik heb geen idee waarom. Wat ik eigenlijk heel erg jammer vind is dat... Oké, we moeten opletten. Oké. Okay. Nee, weer een sleutel. Oké, ja. Dan komt die twee sleutels goed van pas. Dan kunnen we gelijk verder. Okay, nu zijn we in een hoofdingang ofzo. Hoofdzaal. En daar kunnen we alsnog bij. Hoe we daar komen, ik heb geen idee. Misschien kunnen we het zuigen. Oh nee. Nou, Luigi, zie je de groene sensor op de muur? Daarmee gaat de deur open. Je hoeft alleen maar even te flitsen met de... Oh, dat konden we net ook dus doen. Hier beneden, de stofzuiger 5000 heeft geen fantoomfilter. Zonder dat hulpstuk krijg je die deur nooit open. Oh, oké, dan is het juist goed. Die doorzichtige lastpakken hebben hem vastgestopt. Hij lijkt op een groen lampje. Ga er snel naar op zoek. Nou, die weet al waar het is, gelukkig. Want hij is gewoon hierboven. Nou, gaan we weer opnieuw. Poging nummer 2. Ja. Hoho. Ja. Oh. Haha. Hey, ja, zet het nou maar erop, meneertje Luigi. Voordat je weer kwijtraakt. Oké. Oké, iets speciaals. Oh, hij flitst nu. Oh ja, nu gaat hij zeggen, hey, je hebt fantoomvelden gevonden. Nou. Oh, knop, pas op, je moet jezelf natuurlijk niet verblinden. Een fantoomvelden is geen speelgoed, maar een krachtig hulpstuk. Je kunt er bijvoorbeeld al mijn uitvindingen met groene sensoren mee activeren. Je hoeft alleen maar te richten en op A te drukken. Probeer het maar uit op die deur daar. Oké, ja. Nou, we hebben het filter gevonden. Oh, dat werkt echt veel fijner dan de vorige. Oh man, KWU's heeft echt altijd iets te vertellen. Precies, zo ja, maar er is nog meer. Je kunt de spoken laten schrikken met de fantoomvelden, daarna kun je ze pas vangen. Heb je dat pas onthouden, jaag die spoken dan maar eens de schrik op het lijf.
Nu dat ik met de boot naar boot kan. Oh, daar kon ik Kabi bezweren. Je hebt daar iets heel speciaals voor hier. Je hebt meer kans om een bot te vinden als je een hoop zand hebt verzameld. Ik heb het gevoel dat je het later misschien heel goed kunt gebruiken. Maar dat is slechts een wilde gok. Hoor, puur viswerk. Ja. Ja, dat is waarschijnlijk voor die hond. Die spookhond. Ik heb geen idee waar die is, maar... Oh, oké. Hey, kom hier. Kijk hem. Maar dat is veel makkelijker dan de nummertje. Kom maar. Ik heb je. Kom maar op. Yes. Lekker, daar hebben we twee van die. Nou, hè? Alles voor gevangen. Nou, we gaan even. Iets verder dan dat houden we hierbij. Goed, en Luigi, gezellig goed. Ah. Het voelt net als de van ouds, vind je niet? Zo, dat is voorlopig wel genoeg. Ik haal je terug naar de bunker. Oh, dat kan ook natuurlijk. Hey. Dat is mooi. We zijn voltooid. Oh, heb ik een rang? Oké. Nou, oké. Nu komt er zo'n super saai verhaal van KWB's waarschijnlijk. Als het niet boeiend is, raak ik het gewoon raar. Weer terug en met al je pixels intact. Knap werken nou, misschien gaat het ons nog lukken om deze nauwigheid op te lossen. Laten we eens kijken wat je hebt opgezet met de stofzuiger. Ik ga deze spoken meteen bestuderen. Je vraagt je af waar die bus bij ze toe gaat. Alles waar je verzameld wordt, opgeborgen in een superveilig ondergronds kluis. Ik analyseer alles en maak notities bijvoorbeeld over hoeveel hierbus de spoken wegen. Hierbus, die enige eenheid heb ik zelf ontwikkeld. Al mijn collega's zullen groen zien van afgunst. Maar goed, neem af en toe dus eens een kijkje. Kennis is macht, zoals je weet. Oké, ik zal het duistere huis scannen op paranormale signaal. Ik vermoed dat het spook met de overige fragment van de donkere maan zich erg verwerkt. Nou. Plan natuurlijk gezocht. Dat is wat we de volgende keer gaan doen. Dat vind ik wel een leuke. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Vond je nou een leuke video? Doe een blauwe omhoog. Je rechts zal abonneren op mijn YouTube kanaal als je het leuk vond. Om zeker de volgende video te zien. En dan is er nog één ding. En dat is... Doei!